Nietzsche en Post-Truth. Fijn dat u allemaal aan zulke grote getalen bent gekomen. Waarschijnlijk omdat deze grap moet gemaakt. De waarheid over Post-Truth krijgt u vanavond te horen. Dus dat is een reden om te komen. We gaan het vanavond hebben over de vraag. Of wij hebben een filosoof, Gert-Jan van der Heijden, uitgenodigd vanavond om iets te komen vertellen over... over de wortels van post-truth. Want we hebben er veel over gehoord de afgelopen jaren. Ook over alternative facts, over fake news. Het speelt enorm. En bij velen van ons, in ieder geval bij mij, kruipt dan het gevoel dat daar gaat iets niet goed. Die waarheid die is belangrijk. Post-truth, dat is gevaarlijk. Dus we moeten op de een of andere manier die zien te bewaren. Terwijl tegelijkertijd, ja... daar zal het vanavond toch ook over gaan. Dat zal in ieder geval Gert-Jan van der Heijden beweren. Nietzsche heeft vrij duidelijk beargumenteerd waarom er die waarheid, waarom die de laan uit is. God is dood, de waarheid is dood. Lang leven het perspectivisme. Maar waarom voelen we ons daar dan toch niet helemaal gemakkelijk mee? Daar gaan we het vanavond over hebben. Dus in eerste instantie zal Gert-Jan van der Heijden, hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit, ons meenemen de geschiedenis in en vertellen wat Nietzsche er nou eigenlijk over gezegd heeft, over post-truth. En ook ingaan op wat hij voorstelt als een alternatief daarvoor. Want goed, als de waarheid dood is, wat dan wel? We moeten toch iets in handen hebben. Dus voor zover dan de geschiedenis. En daarna hebben wij communicatiewetenschapper Noëlle Aerts. Zij is hoogleraar Social Ecological Interactions, ook aan de Radboud Universiteit. We hebben uitgenodigd om het naar het heden te trekken. Niet alleen om te kijken naar het hedendaagse debat, waarin natuurlijk een hoop polarisatie is. Misschien wel de reden dat we denken, polarisatie, heel veel perspectieven, hoe gaan we hiermee om? Waarom is dat nou eigenlijk zo moeilijk? En vooral moeten we inderdaad, zo zullen wij bespreken, dan niet kijken hoe je echt met elkaar in gesprek kan gaan, die waarheid los kan laten. Dus wat minder vaste grond om de voeten, maar wat krijgen wij daarvoor terug? Dus dat is de avond. Mijn naam is Lisa Doeland, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Ik leid ook een afloop het gesprek tussen Noëlle Aerts en Gert-Jan van der Heijden. En nodig u ook vooral uit om daarna nog duit in het zakje te doen van de waarheid. Of de post-truth. Tot zover dit introducerende verhaal. Graag een hartelijk applaus voor Gert-Jan van der Heijden. Dankjewel Lisa voor deze vriendelijke aankondiging. Waar moet ik nou op doen? Iets aanzien te krijgen. Ja, doe dat maar even. Kijk het. Misschien is deze telefoon. Doet hij het beter? Ja. Oké, goed. Dan waren we nog niet. Ik moet daarop richten. Ik moet niet op het scherm richten wat je geneigd hebt. Ik wil met u stilstaan bij de vraag. Waarom, als we over post-truth vandaag de dag horen, op het moment dat daar een achtergrond voor wordt geschetst, als daar een filosofische achtergrond voor wordt geschetst, waarom dan vaak over de postmodernisten wordt gesproken en waarom de grote voorvader van de postmoderne, want de postmoderne filosoof, ik zal even wat namen noemen, zodat u misschien het een beetje kunt plaatsen, Derrida, Deleuze, Baudrillard, Lyotard en al die zeg maar 68 mensen, die zijn allemaal zwaar en sterk beïnvloed door het werk van Nietzsche. Waar komt dat idee van waarheid en waarheidskritiek vandaan? En hoe zit dat nou precies? Nou, ik ga eerst een voorbeeld geven van hoe over post-truth vandaag de dag onder andere wordt gesproken. En ik wil het aan de hand van een interview dat ik in The Guardian vond met hoogleraar Daniel Dennett illustreren. En u kent misschien Daniel Dennett, en als u die nog niet kent, dan moet u even op de website van de Radboud Universiteit kijken, want deze meneer die krijgt in oktober een eredoctoraat van onze universiteit. Deze meneer is echter niet zo blij met postmoderne filosofen. Ik lees het even voor. Dus de vraag: there's a perception that philosophy is a dusty discipline that belongs in academe, but actually questions such as what is a fact and what is the truth are the fundamental questions of today, aren't they? And also, zegt Dennett, philosophy has not covered itself in glory in the way it has handled this. Spreken over feiten en waarheid. Maybe
people will now begin to realize that philosophers aren't quite so innocuous after all. Ze zijn eigenlijk niet zo ongevaarlijk als we altijd denken. Die ongevaarlijke filosoof die alleen maar achter zijn bureau een beetje zit na te denken. Nee, filosofen kunnen een impact hebben op de manier waarop wij denken over de wereld. En dan, sometimes views can have terrifying consequences. Je wordt al een beetje bang, Dennis. That might actually come true. Dat wil zeggen, we zouden er echt wel eens even op die manier over na kunnen gaan denken. En ons leven leiden in het licht van wat die filosofen gezegd hebben. En dan, I think what the postmodernists did was truly evil. En dat zijn nogal wat. Wat hebben ze dan gedaan? They are responsible for the intellectual fad that made it respectable to be cynical about the truth and facts. Dus, postmodernisten zijn denkers die korte met hebben gemaakt met waarheid en met feiten. Wat zo is, valt natuurlijk nog te bezien. Want het maakt nogal wat uit of je zegt er is geen waarheid, of dat je zegt waarheid is dus problematisch. We zullen daar straks een half minuutje verder over praten. You'd have people going around saying, well, you're part of that crowd who still believe in facts. Dus blijkbaar hebben allerlei postmoderne denkers dat ooit tegen Daniel Dennett gezegd, die nog wel in de waarheid geloofden. En dan gaat het door, even op de volgende pagina, hebben we ook een foto van Dennett. En dan maakt hij het helemaal bond, want dan gaat hij de vragen stellen, die zitten even in haar achterhoofd, in zijn achterhoofd, te vragen, hoe zat dat nou ook alweer met postmodernisme? Dat had toch iets te maken met the absence of a single meta-narrative, which is God. Dus de naam God staat voor wat ze dan een meta-narratief hebben genoemd. Dat wil zeggen, God staat voor een verhaal dat alles vertelt over de werkelijkheid. Wat dat is, daar zullen we straks iets meer over zien. En zodra God wegvalt, dan zou je ineens niet meer één groot verhaal over de werkelijkheid hebben, maar heb je een veelheid van verschillende verhalen. Vanuit verschillende perspectieven verteld. You had competing narratives. Verschillende verhalen die op een gespannen voet met elkaar staan. En dan zegt Dennett, yes, and one's true and the others are false. Waarschijnlijk is degene die hij aanhangt de waarheid. Vermoedelijk. One of those narratives is the truth and the others aren't. It's as simple as that. Wat Daniel Dennett niet lijkt te begrijpen is dat precies daar waar aandacht komt voor een veelheid aan verhalen, precies dat begrip van waarheid onder druk komt te staan. Hoe kan één van de verhalen, als er geen meta-omvattend verhaal is, nou waarheid voor zichzelf claimen? En wat is er eigenlijk gebeurd met dat begrip waarheid op het moment dat je zegt dat er niet meer zo'n meta-narratief is? Nou, over die vraag wil ik vanavond met u nadenken aan de hand van Friedrich Nietzsche, de denker die deze vraag misschien wel voor het eerst heel krachtig op de kaart heeft gezet. En ik ga het langs de volgende drie lijnen doen. Ik ga eerst even de vraag stellen, hoe zat dat ook alweer? Waarvoor staat dat begrip God bij filosofen? En wat heeft dat te maken met wat filosofen reden en redelijkheid noemen? De tweede vraag die ik ga stellen is, hoe reflecteert Nietzsche daarop? Hoe analyseert hij reden en redelijkheid en waarheid? En daarna, in het derde deel van het verhaal, wil ik na gaan denken over waarom dat bij Nietzsche tot perspectivisme en interpretatie leidt en wat perspectivisme precies allemaal bij hem behelst. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Nietzsche is de grote denker, dat zal bij een heel aantal van u ongetwijfeld bekend zijn. Nietzsche is de grote denker die voor het eerst de dood van God krachtig naar voren heeft gebracht. Misschien even tussen twee haakjes, het idee van de dood van God is natuurlijk eigenlijk een christelijk idee. Want God is zelf in de kerk van Christus ooit gestorven volgens het christendom. Maar goed, bij Nietzsche staat hij niet meer op, zullen we maar zeggen. En ik kies even het volgende citaat, een citaat dat heel bekend is geworden, dat gaat over de dood van God. De scène is misschien ook al bekend, er loopt een krankzinnige man loopt met een lantaarn rond en die is op zoek naar God. En dan roept hij het volgende uit. Waar God heen is, riep hij, ik zal het jullie vertellen. Wij hebben hem gedood. Jullie en ik, wij zijn allen zijn moordenaars. Maar hoe hebben we dat gedaan? Konden we de zee leeg drinken? Die gaf ons de spons om de hele horizon uit te vegen.
Wat deden we toen we de aarde van haar zon loskoppelden? Waar beweegt ze nu naartoe? Waarin bewegen wij ons? Bestaat er nog een boven en beneden? Dwalen we niet als door een niets zonder einde? Ademt de leven ruimte ons niet in het gezicht? Is het niet kouder geworden? Komt niet telkens opnieuw de nacht en meer nacht? God is dood, God blijft dood. En wij hebben hem gedood. Uit de nieuwe vertaling van de Vrolijke Wetenschap, die een tijdje geleden verschenen is. Echt de moeite waard, een prachtige vertaling geworden. Wat duidelijk is, als je dit, naar dit citaat kijkt, het eerste wat opvalt is blijkbaar dat de dood van God correspondeert met desoriëntatie. De orde waarvan wij dachten dat die in de werkelijkheid bestond, die bestaat niet meer. Of daar kunnen we ons niet meer aan vasthouden. En vooral als je kijkt, halverwege dit citaat, bestaat er nog een boven en een beneden. Hè? Want boven en beneden, daar oriënteren we ons. Het zijn oriëntatiepunten. Die zijn weggevallen. We weten niet waarheen we ons bewegen. We weten niet waarheen we op weg zijn. Desoriëntatie. We dwalen door een niets zonder einde. Je kunt daar misschien wel het beeld hebben van het heelal. Waarin we inderdaad nergens naar op weg zijn. En ademt de lege ruimte ons niet in het gezicht. Ook het beeld van het heelal lijkt naar voren te komen. Is het niet kouder geworden? Komt er niet telkens nacht en meer nacht? Er is geen licht meer. We weten niet waar we op naar op weg zijn. Nu, als we het hebben over die notie van God, is het denk ik belangrijk om het volgende onderscheid te maken. En dat onderscheid is bij Nietzsche zelf misschien wat minder duidelijk aanwezig, maar voor het verhaal dat ik wil vertellen is dat wel belangrijk. Als Nietzsche het heeft over de dood van God, dan bedoelt hij dat natuurlijk ook, dan bedoelt hij daar natuurlijk ook mee het einde of de dood van het christendom, dat op zijn eigen manier antwoord heeft op de vraag naar de zin van het bestaan. Christendom weerspiegelt ons een orde voor, God als schepper, ons leven dat onder de macht staat van die God, en een uiteindelijk verhaal waarin God oordelen zal over de mens. Dus het christendom geeft ons een bepaalde orde waaraan wij de zin van het leven kunnen aflezen. En in het bijzonder zegt Nietzsche, en dat is misschien wel heel veelzeggend voor de denker Nietzsche, in het bijzonder is dat verhaal belangrijk omdat het zin geeft aan het lijden van ons mens. Daar hebben we altijd problemen om te gaan met een lijden dat zinloos is. Als we weten dat we lijden met een bepaald doel, in het licht van iets waarnaar het op weg is, dan kunnen we dat aan. Maar als het alleen maar zinloos is, dan hebben we daar grote problemen mee. Maar Nietzsche is ook de denker die zegt, het is niet alleen een religieuze notie. Als we zeggen, God is dood, dan verklaren we niet alleen het einde van dat christendom, van die ene religie, die vandaag de dag in onze samenleving al veel minder present is, om het maar eens voorzichtig te zeggen, dan in Nietzsche's tijd. Maar God is ook een filosofische notie. En dat Nietzsche dat op het oog ook heeft, als hij het heeft over de dood van God, dus dat er een bepaald denken over de werkelijkheid zelf ten einde is gekomen, hoor je ook in een van zijn in andere opmerkingen als hij zegt dat christendom platonisme voor het volk is. Misschien is dat een opmerking die je ooit ook wel eens gehoord hebt. Christendom is platonisme voor de massa. Dus klaarblijkelijk is dat platonisme, dat is natuurlijk de kop van de filosoof Plato, het denken dat Plato heeft geïntroduceerd, dat komt hier ook ten einde. En wat is dat dan? Wat is daarmee precies ten einde gekomen? En wat heeft dat te maken met onze vraag naar waarheid? Nou, daar kun je op verschillende manieren een uitleg aan geven. Ik ga het een keertje nu op deze manier doen. Ik wil eens een keer wat over Augustinus zeggen. Dus we gaan het nou eens, je zou het met allerlei dingen ook met Plato kunnen doen, maar we gaan het nou eens even hebben over Augustinus. Filosofisch gezien staat dat begrip God voor twee dingen. In de eerste plaats staat God voor het feit dat de werkelijkheid waarin we leven een orde heeft. Die heeft een orde. Bijvoorbeeld, het christendom, bijvoorbeeld het feit dat God de werkelijkheid heeft gecreëerd, dat betekent dat hij aan die werkelijkheid een bepaalde orde ook heeft meegegeven. En die orde die is redelijk. En wij mensen, op het tweede punt, wij mensen hebben een reden, wij hebben een verstand, wij hebben een intellect, we kunnen over de werkelijkheid nadenken. En gelukkig zijn wij met onze reden in staat om iets van die orde die God in die werkelijkheid legt, of waarvan God de waarborg is,
te leren kennen. En u kunt zich wel voorstellen wellicht dat als we het hebben over een begrip van waarheid, wanneer kun je nou spreken over waarheid, nou, dat lijkt zoiets als orde en kenbaarheid wel te veronderstellen. Als de werkelijkheid geen orde is, heeft, maar totaal chaotisch is, hoe kun je die werkelijkheid dan kennen? En hoe kun je dan al ooit spreken over waarheid? Want als ik een uitspraak doe over de werkelijkheid, als die werkelijkheid chaotisch zou zijn, dan zou die het volgende moment al onwaar geworden zijn. Dus orde en het redelijk zijn van de orde en het kenbaar zijn voor ons van die orde, door ons kenbaar zijn, moet ik zeggen, van die orde, dat zijn voorwaarden om überhaupt over waarheid te kunnen spreken. Reden en redelijkheid ligt dus verankerd in God. En de orde die wij in de werkelijkheid vinden, ligt filosofisch, de antieke wijsbegrippen, maar ook in de middeleeuwse wijsbegrippen, verankerd in zo'n godsbegrip. En het godsbegrip betekent dus ook dat het pas zinvol is om over waarheid te spreken. En zinvol is naar waarheid te zoeken, wat filosofen en wetenschappers en zo allemaal lijken te doen. Op het moment dat er zoiets is als een godsbegrip. Op het moment dat je dit tussen haakjes zegt, op het moment dat je dit doodverklaart, wat zijn daar dan de gevolgen van? Ik wil eerst nog even, voordat ik dat uitgelegd heb, wil ik eerst nog even een mooi citaat van Augustinus geven. Dat gaat over, hij gebruikt daar het beeld van zo'n mooi mozaïek. Als u daar in Turkije naar Antakya ooit gaat, dan moet u daar naar het mozaïekenmuseum. Heb je prachtig, deze komt daar onder andere uit, heb je prachtige beelden van dat mozaïek. En Augustinus die gebruikt dat beeld van een mozaïek om duidelijk te maken waarom, ook al zien wij misschien niet altijd orde in de werkelijkheid, er toch orde zou moeten zijn. Dit is een klassiek beeld. Ik lees het weer even toe. Als iemand zijn aandacht zo zou concentreren op een detail, dat bij een mozaïekvloer zijn blik niet meer kon ontspannen dan de beperkte maat van één blokje, en je ziet maar één blokje van dat mozaïek, dan zou hij aan de maker van dat mozaïek kunnen verwijten dat hij geen verstand heeft van ordening en compositie. Dus als je één blokje ziet, of als je er een paar ziet, dan zie je natuurlijk helemaal geen figuur. Dan zie je alleen maar een paar willekeurig naast elkaar liggende blokjes en kleuren. Wat moet dat nou voorstellen? Nou zegt hij, dat beeld, dat is nu precies wat minder onderlegde mensen overkomt, die met hun zwakke geest, die allesomvattende onderlinge afstemming en harmonie van de dingen niet kunnen overzien en tot voorwerp van beschouwing maken. En dan, en dat is heel interessant in het licht van wat Nietzsche zegt over waarom wij God en orde nodig hebben met betrekking tot ons lijden, als hen, die domme mensen zo gezegd, die geen orde zien, die alleen maar de kleine details zien die zo chaotisch lijken, als hen, als iets hen pijnlijk treft, omdat het voor hun bevattingsvermogen te groot is, dan nemen zij aan dat in de natuur een grote en lelijke wanorde heerst. En dus als Augustinus Nietzsche zou lezen, dan zou hij waarschijnlijk zeggen, maar ja, je snapt, je hebt zelf niet door wat voor orde er eigenlijk is. Dus er zou uiteindelijk een orde moeten zijn, en als wij die nog niet zien, dan komt dat omdat we te dom zijn. Dat is de argumentatie van Augustinus. Blijkbaar heeft hij het zelf wel gezien. Maar deze achterliggende gedachte is ook de voorwaarde om überhaupt te kunnen denken over waarheid. Want pas door de orde te kennen, kennen we zoiets als waarheid. En de orde en de redelijkheid ligt dus verankerd in de werkelijkheid zelf. En wij mensen, ja, wij doen ons best om daar iets van af te komen, af te weten. Nou, de dood van God betekent dat deze voorstelling op losse schroef komt te staan. Wij kunnen niet langer de vooronderstelling accepteren, de hypothese accepteren, dat er zoiets is als een vaststaande orde. En dat er zoiets is als een orde die wij niet zouden kunnen bevatten. Op het moment dat Nietzsche dat voorstel doet om daarover na te denken, dan zegt Nietzsche daarmee niet, er is geen reden, er is geen waarheid. Nee, hij zegt alleen, de manier waarop de filosofen tot op heden over reden en over waarheid hebben nagedacht, dat werkt niet, want zij dachten het vanuit een godsbegrip. Willen wij op een andere manier, als de dood van God werkelijk is en we kunnen niet meer van die orde uitgaan, willen wij op een andere manier
nadenken over reden en waarheid, dan moeten we eerst maar eens even gaan kijken waar we die reden aantreffen en waar we die waarheid aantreffen. Waar vinden we reden in de werkelijkheid om ons heen? De mens die heeft redelijke vermogens, die heeft verstand. Nergens, ik bedoel, als je op een andere planeet gaat kijken, daar is niet eens leven. Tenminste, we hebben dat nog steeds niet echt gevonden, geloof ik. Dus waar vinden we reden? Alleen hier bij de mens, maar de mens is nog niet zo oud. En dus, willen we weten wat reden is, moeten we kijken naar hoe reden te maken heeft met menselijk bestaan. En willen we weten wat waarheid is, en die maakt zich zorgen over waarheid, opnieuw die mens. Dan moeten we eerst maar eens kijken wat waarheid betekent in dat menselijke bestaan. Hoe mensen daar gebruik van maken. Het is in ieder geval zo dat we niet die twee begrippen zomaar kunnen verankeren in God. En dan krijg ik, en vanaf nu ga ik een hele hoop citaten van Nietzsche geven, omdat Nietzsche zo'n heerlijke schrijver is. Hij kan ook heel veel aversie oproepen, als je het leest. Maar hij kan in ieder geval ook die aversies blijkbaar bij ons teweeg weten te brengen. Laten we eens kijken naar deze, dit citaat. Dit is een openingscitaat van een wat korter essay, dat heet Over waarheid en leugen in buiten morele zin. Daar begint Nietzsche met een prachtige fabel. In een of andere uithoek van het in talloze zonnestelsels flonkerend uitgegoten heelal was eens een planeet waarin schrandere dieren het kennen uitvoerden. De mens, nee, te midden van dat heelal waar helemaal geen kennen en redelijkheid en zo te vinden is, er is één planeet waar een of andere diersoort het kennen uitvindt. Dus dat kennen is nergens anders te vinden, alleen daar, bij die mens die daar toevallig een keer opkomt. En dan, dat was de meest hoogmoedige en leugenachtige minuut van de wereldgeschiedenis, maar toch niet meer dan een minuut. Na enkele ademtochten van de natuur verstarde de planeet, hè, ja, ofwel omdat de zon er op een gegeven moment mee omhoog, of omdat wij zelf de planeet om zeven hebben geholpen. Na enkele ademtochten van de natuur verstarde de planeet en de schrandere dieren moesten sterven. Zo zou iemand de fabel kunnen verzinnen en zou toch niet voldoende geïllustreerd hebben hoe beklagenswaardig, schimmig en vluchtig, hoe doelloos en willekeurig het menselijk intellect binnen de natuur aandoet. Dat menselijk intellect dat is op een gegeven moment opgekomen, dat is puur willekeurig. Dat doortrekt niet die hele werkelijkheid zoals Augustinus meende te denken omdat die redelijkheid in God verankerd. Nee, er zijn eeuwigheden geweest dat er geen intellect was. En als het er weer mee gedaan is, zal er niets voorgevallen zijn. Daar zal niets meer van terug te vinden zijn misschien. Want er is voor dit intellect geen andere missie die verder rijdt dan het menselijk leven. Dat is ook een belangrijk opmerking. Er is wel reden, er is wel denkvermogen, er is wel intellect. Maar alleen het enige nut van dat intellect is voor dat dier dat redelijke vermogen heeft. Dus alleen maar voor dat leven van die mens heeft dat een betekenis en een zin. Integendeel, het is menselijk. En alleen de bezitter, de mens, en in het bijzonder natuurlijk de filosoof, want de filosoof is zo trots op het feit dat hij een reden en een intellect heeft. Integendeel, het is menselijk en alleen de bezitter en voortbrenger ervan vat het zo pathetisch op alsof het de spil is waar de wereld om draait. Want denk dan nog eens een keer terug aan dat citaat van Augustinus, daar zie je dat gebeuren. De hele werkelijkheid is reden en voortgebracht door de redelijkheid van God, bij Augustinus. Maar zegt Nietzsche, nee, dat is precies een opvatting van zo'n pathetische filosoof die denkt dat de werkelijkheid om de reden, dat wil zeggen op dat toevallige vermogen van die filosoof zou draaien. Maar, zegt hij, als we met de mug zouden kunnen communiceren, en daar zie je al een beetje het idee van perspectivisme in het spel komen, de mens heeft de reden, en kijk dus door de werkelijkheid, door de blik van, door de bril van dat redelijke vermogen. Die mug heeft dat niet, die kijkt dus op een andere manier naar de wereld. Als we met de mug zouden kunnen communiceren, zouden we te horen krijgen dat ook die met hetzelfde pathos door de lucht vliegt. En zichzelf het vliegende centrum van de wereld voelt. Dat wil zeggen, als je daardoor ook met de ogen van de mug zou kijken, zou de werkelijkheid niets anders zijn dan vliegen, datgene wat je met dat vermogen van het vliegen teweeg weet te brengen. Dat is de eerste plaats. Het eerste wat hij zegt. Die reden behoort alleen aan de mens toe. En heeft alleen zin voor dat menselijk bestaan. En wat betekent dat dan? Nou zegt Nietzsche een paar regels verder in datzelfde essay. Ik
Ik geef daar nog twee citaten uit. Waarom hebben die mensen dat redelijk vermogen nodig? Nou ja, de leeuw heeft kracht om zichzelf in leven te houden. De mens heeft niet diezelfde kracht. En dus gebruikt hij een ander vermogen om ervoor te zorgen dat hij zijn eigen bestaan kan beschermen. Intellect is toch alleen als hulpmiddel aan de meest ongelukkige en broze, vergankelijke wezens meegegeven om hen een minuut lang in het bestaan vast te houden. Dus wat die mens daar ook precies mee bedoelt of mee doet, die reden gebruikt hij in eerste instantie niet om de waarheid te vinden, maar om zichzelf en zijn bestaan veilig te stellen. En dus die reden die speelt niet alleen die mooie rol die Aristoteles, de eerste grote metafysicus, die zegt, wij mensen zijn allemaal geïnteresseerd in kennen. En de hoogste vorm van kennen is de filosofie natuurlijk. Want die zoekt de waarheid omwille van de waarheid alleen. Die probeert te kennen omwille van het begrijpen van de werkelijkheid alleen. Nee, zegt Nietzsche, dat redelijk vermogen is in de eerste plaats bedoeld om die mens een hulpmiddel te geven om zichzelf staande te houden. Daarom gebruikt die mens de reden om een huis te bouwen, zodat hij met dat huis zichzelf kan beschermen tegen de invloeden van buitenaf, om een flauw voorbeeld te geven. En bovendien zegt Nietzsche, als we goed kijken naar hoe mensen ook in het onderlinge verkeer hun reden, intellect, hun slimheid gebruiken, meestal gebruiken ze dat helemaal niet om de waarheid te vinden. Nee, ze gebruiken het in eerste instantie om te veinzen. Als middel tot behoud van het individu ontplooit het intellect zijn belangrijkste krachten in het veinzen. Want dat is het middel waarmee de zwakkere, minder robuuste individuen, aan wie het niet gegeven is de strijd om het bestaan met horens of een scherp roofdierengebit te voeren, stand weet te houden. Ja. Het intellect, wij kunnen onszelf groter voordoen, zodat zelfs die leeuw, bij wijze van spreken, bang voor ons wordt. Dus te zeggen dat onze reden alleen maar een vermogen is waarmee we ons op God en de goddelijke waarheid richten, en uiteindelijk zouden moeten richten, dat is een betekening van waar die reden eigenlijk voor wordt gebruikt. En vandaar dat Nietzsche zegt, we moeten die reden op een andere manier analyseren. Oké, dat is mooi, maar laten we dan nog eens even beter kijken wat Nietzsche vindt van de wijze waarop de filosofen de reden hebben gebruikt. Wat hebben die filosofen eigenlijk bereikt en eigenlijk gedaan op het moment dat ze de werkelijkheid proberen te begrijpen? Wat hebben ze daar gevonden? Nou, hier komt zo'n wat technische term. De ze die hier aan het citaat staat, dat zijn de filosofen. De filosofen. De filosofen die zoeken, waar zoekt de filosoof naar? Nou, in het eerste college metafysica, als u dat ooit gaat volgen, dan zult u het horen krijgen dat de filosoof probeert de wezensvraag te beantwoorden. Dat wil zeggen, de filosoof probeert het wezen van de dingen te doorgronden. Wat is dat dan, het wezen van de dingen? En een ander woord voor wezen is ook het woord vorm. De vorm van de dingen. Wat zijn de dingen eigenlijk? Dus dingen zijn allemaal verschillend van elkaar. Wat zijn ze nou eigenlijk? Nou zegt Nietzsche daarover, op het moment dat de filosofen die vormen zoeken, in het volgende citaat zal het nog wat pregnanter, dan zal ik nog ietsje verder uitleggen, maar even eerst dit citaat. De filosofen die zijn ondergedompeld in illusies en droombeelden. Dus de filosoof denkt dat ze bezig zijn met waarheid, maar ze zijn eigenlijk bezig met illusies. Welke illusies? Nou, hun oog glijdt slechts langs de buitenkant der dingen en ziet vormen. Alleen de buitenkant, de vorm van iets. Hun gewaarwording leidt nergens tot waarheid. Zij zegt, ze komen helemaal niet tot de waarheid, ook al pretenderen ze de waarheid te vinden. Maar volstaat ermee prikkels te ontvangen en als het ware een tastend spel op de rug der dingen te spelen. De filosofen die hebben niet goed naar de werkelijkheid gekeken. Ze hebben te snel gezocht naar het wezen, naar het hoogste, naar de vorm. En om dat te illustreren, geeft Nietzsche het volgende voorbeeld. En daar kunnen we het nog ietsje beter aan zien wat er eigenlijk mee bedoeld wordt als hij zegt dat die filosofen zich bezighouden met illusies, juist als ze de vraag naar het wezen van de dingen stellen. En wat nu volgt, voor degene die dat wel eens gezien heeft, is niets anders dan eigenlijk een soort van parodie op wat Plato de idee noemt.
Plato in zijn onderzoek, die zegt, we moeten naar van de zintuigelijke wereld, we moeten ons wenden naar de wereld van de ideeën, want daar zou de waarheid te vinden zijn. Maar wat doet een filosoof die zo, eerst kijkt naar de wereld om zich heen, en dan de blik omhoog naar de hemelse wereld van de ideeën, wat doet die filosoof eigenlijk? Dat is de vraag die Nietzsche stelt. Wat doet die filosoof? Nou, zegt hij, die doet het volgende. En hij geeft het flauwe voorbeeld van het blad. Filosofen die zoeken naar begrippen. En dat is het woord waarmee filosofen proberen dingen te begrijpen. Daarom is het een begrip. Maar zegt Nietzsche, die begrippen, hoe maakt een filosoof een begrip? Een filosoof maakt een begrip door gelijk te stellen van wat niet gelijk is. Dan geeft hij het volgende voorbeeld. Zo zeker als het is dat het ene blad nooit helemaal gelijk is aan het andere, dus als wij nu met alles in bloei is om ons heen kijken, alle bladeren weer aan de bomen zijn gekomen, als we om ons heen kijken, dan zien we een veelheid aan bladeren met verschillende kleuren, verschillende vormen. Zelfs de bladeren van één en dezelfde boom zijn niet identiek aan elkaar. Ze zijn altijd iets verschillend van elkaar. Dat is de werkelijkheid die wij om ons heen zien. Dat is de werkelijkheid waarin we leven. Dus geen enkel blad is helemaal gelijk aan het andere. Zo zeker, zegt Nietzsche vervolgens, is het begrip blad gevormd door deze individuele verschillen willekeurig weg te laten. En dus als we het hebben over een eikenblad, dan vergeten we alle verschillen die tussen individuele eikenbladeren bestaan, en we denken dat we het zonder problemen over dat ene eikenblad kunnen hebben. En het onderscheidende te vergeten. Dit wekt nu de voorstelling alsof er in de natuur, behalve de bladeren, zoiets zou bestaan als een blad, een soort oervorm, Plato's idee, een soort van oervorm, het ultieme oerblad, waar alle bladeren die wij om ons heen zien, een soort van zwakke afbeelding of afspiegeling zouden zijn. Op grond waarvan alle bladeren genergd, getekend, afgepast, gekleurd, gekruld, beschilderd zouden zijn. Maar door onbekwame handen, zodat geen één exemplaar correct en betrouwbaar als een getrouwe kopie van deze oervorm uitgevallen is. Dus wat zegt de filosoof? De filosoof zegt, ik zie heel veel bladeren, ik abstraheer van de verschillen, dan vind ik het oerblad, het ene blad, dat de waarheid vormt van alle bladeren. En vervolgens zeg ik, ja kijk, geen enkel blad in de werkelijkheid is precies identiek met dat oerblad. Dat komt omdat al die bladeren in de werkelijkheid, die zijn eigenlijk allemaal een beetje mislukkingen. En ja, wat Nietzsche daar zegt is, kijk, wat de filosoof doet, die keert de orde om. De filosoof die begint met allemaal bladeren, vergeet de verschillen, komt dan op het idee van het blad. He, dus de oorzaak is de waarneming van alle bladeren en het gelijkstellen van bladeren. Het gevolg is de idee van het blad. Maar wat zegt de filosoof? Die draait oorzaak en gevolg mooi om. Die zegt, nee, dat eerste oerblad, dat is de oorzaak van alle bladeren. Die zouden bestaan. He, dus Nietzsche zegt, het probleem met die filosoof is, die platonistische filosoof, is dat ze niet precies en goed genoeg naar de werkelijkheid hebben gekeken. Ze menen de werkelijkheid te kennen, maar ze vinden alleen maar iets wat ze zelf hebben geconstrueerd. De filosoof heeft het geconstrueerd door de verschillen tussen bladeren te vergeten, door te abstraheren. Dat wil zeggen, door afstand te nemen van de werkelijkheid zelf. En vandaar dat Nietzsche dit een illusie noemt. Het is een illusie omdat dit iets gecreëerd is op basis van afstand te nemen tot de werkelijkheid. En vervolgens te zeggen, dit is de werkelijkheid zelf. Dan zamel je jezelf op met leugens. Goed. Nou moeten we even, na deze kritiek van Nietzsche op de filosofen, moeten we even een klein moment van reflectie inlassen. Want je zou kunnen zeggen, van ja, oké, dit is de manier misschien waarop Nietzsche de filosofische notie van het begrip en de vorm en de wezensvraag en daarmee het filosofische begrip van de waarheid onder kritiek stelt, maar maakt hij stiekem niet zelf ook een klein beetje gebruik van een bepaalde beeld tot waarheid. Zijn claim zal toch zijn dat dat laatste citaat, dat beter beschrijft wat filosofen doen, dan de manier waarop filosofen dat zelf begrijpen. Hij zal toch op zijn minst de claim moeten hebben dat als iemand dit leest, ja, dat hij dan zegt, ja, daar zit wel wat in, die filosofen hebben dat niet goed gezien. Dat wil zeggen dat degene die dat leest eigenlijk zegt, ja, Nietzsche, dat is waar.
Zit daar niet toch op een of andere manier een notie van waarheid of een wil tot waarheid in Nietzsche's denken? En ik denk dat Nietzsche bij uitstek de filosoof zou zijn die zegt, ja dat klopt. Er is altijd ook sprake van een bepaalde manier van wil tot waarheid. Maar wat nou het mooie is, zegt Nietzsche, die filosofen die hebben ons opgevoed tot dieren die zoeken naar waarheid. En wil je zoeken naar waarheid, dan moet je ook proberen waarachtig te zijn. Dat wil zeggen, je moet zo eerlijk mogelijk zien te zoeken naar waarheid. Maar wat blijkt nou? Als je je nou beter houdt aan die waarachtigheid dan de filosofen zelf, dan blijkt dat filosofische idee van een platonisch idee, of het filosofische idee van een totale orde van de werkelijkheid, dat blijkt helemaal niet houdbaar te zijn. Dus het filosofische idee van waarheid en het zoeken naar waarheid waartoe de filosofie oproept, leidt uiteindelijk tot zoiets als de dood van God. Als Nietzsche zegt, en dat is het lange citaat dat ik aan het begin gaf, van wij hebben hem vermoord, dan zou die onder andere onder die wij de filosofen kunnen verstaan. Want die filosofen hebben ons steeds gezegd van zoek beter en zoek meer naar de waarheid. Maar een van de dingen die dan ook ondergraven wordt, is precies het filosofische perspectief op de waarheid. En je ziet dus dat Nietzsche eigenlijk een heel complexe... Wacht, ik hoop dat deze drie bullets niet tegelijk zouden verschijnen. Even kijken naar het eerste bullet. Ze laten heel duidelijk zien dat Nietzsche zelf op een of andere manier gebruik maakt van een idee van waarheid of een wil tot waarheid. Hij wil laten zien dat de filosofen in hun zelfbeschrijving geen recht doen aan wat ze eigenlijk doen. En dus zeggen dat Nietzsche helemaal niks met waarheid heeft en dat waarheid helemaal geen rol meer zou spelen in Nietzsche's werk. En dus dat als we post-truth begrijpen als alleen maar een beetje lukraak liegen, dan heb je van Nietzsche niks begrepen en ook niet van de postmodernisten trouwens. Maar zegt hij, waar komt het nihilisme van onze cultuur nou precies vandaan? Hoe komt het nou dat we niet meer kunnen geloven? Nihilisme even begrepen, eenvoudig nu, als een werkdefinitie, want het is eigenlijk een heel ingewikkelde notie bij Nietzsche. Maar als je nihilisme even ziet als het feit dat er geen vaststaande orde is waarin wij leven, die zin geeft aan ons bestaan, het verdwijnen van die orde, dat leidt tot een vorm van nihilisme. Dat nihilisme, dat is het gevolg van de waarheidsdrift, waarmee filosofen en wetenschappers ons steeds hebben aangespoord, zoek naar de waarheid. Want wat we uit ultieme zin vinden, is iets wat geen orde heeft. En het belangrijke, het belangrijke is dat Nietzsche zich verzet tegen een denken dat abstraheert van de concrete werkelijkheid waarin we leven. Nietzsche zegt, als we over waarheid willen spreken, dan moeten we dat niet doen zoals de filosofen dat hebben gedaan, door te abstraheren van de concrete werkelijkheid waarin we leven. Nee, we moeten juist op zoek naar een waarheid die we zelf kunnen leven en die rechtstreeks te maken heeft met de werkelijkheid. Of die er ook is, dan blijven wij Nietzsche natuurlijk in het midden. Maar dat betekent natuurlijk tegelijkertijd dat we niet zomaar kunnen zeggen dat we met Nietzsche helemaal niks meer met waarheid te maken zouden hebben. Wat duidelijk is, is dat klaarblijkelijk, als we niet gaan abstraheren, als we niet doen aan die abstractie waar de filosofen ons toe uitnodigen, wat we dan aantreffen is veelheid. Veelheid van perspectieven, veelheid van verschillende manieren van leven. Nou, laten we dat eens gaan onderzoeken. Dan komen we dan bij het derde punt van het verhaal, waarin we naar willen gaan wat perspectivisme en interpretatie eigenlijk betekent bij Nietzsche. Want dat is zo'n ander belangrijk ingrediënt waar we het altijd over hebben als we het over post-truth hebben. Iedereen heeft zijn eigen perspectief en omdat ik in mijn perspectief leef, heb ik ook mijn alternative facts. Mijn feiten zijn anders dan die van jou, maar dat komt omdat ik op een andere manier naar de werkelijkheid kijk. Nou, dat zo'n idee lijkt in eerste instantie helemaal niet passen bij de gedachte van perspectivisme. Maar wat bedoelt Nietzsche daar nou precies mee? En wat bedoelt hij met interpretatie? Wij zouden kunnen denken, als we het over interpretatie hebben, dat het ons vrij zou staan om de wereld maar te interpreteren zoals we willen. Dat wordt ook vaak onder post-truth verteld. We kunnen de werkelijkheid naar onze hand zetten, want we interpreteren toch zoals we willen. Maar dat bedoelt Nietzsche niet als hij het over interpretatie heeft.
We interpreteren weliswaar de werkelijkheid vanuit ons eigen perspectief, maar op een bepaalde manier kunnen we niet anders. Laten we dat nog eens even laten zien aan de hand van een paar opmerkingen. Dit is denk ik een heel, ik vind dit een heel typerend citaat waarin duidelijk wordt wat het eigenlijk betekent als Nietzsche zegt dat wij perspectiefisch zijn en dat wij de werkelijkheid nooit kennen zoals die is, maar die werkelijkheid altijd interpreteren. Wat bedoelt Nietzsche daarmee? Nou zegt hij, eigenlijk beschrijft hij, wij zijn levende wezens, we hebben een lichaam, we hebben een mentale toestand, wij ondergaan voortdurend allerlei prikkels. Die prikkels die worden door ons als lust of als onlust gevoeld. Maar zegt die prikkel is als zodanig is niet lust of onlust. Nee, zo wordt die prikkel door ons ervaren, door ons geïnterpreteerd. Het is een zaak van het interpreterend intellect, maar schrijft hij daarbij dat daarbij overigens meestal te werk gaat zonder dat we ons ervan bewust zijn. Dus als we zeggen dat is maar interpretatie, bij Nietzsche, dan heb je er niks van begrepen. En wij reageren allen op een bepaalde manier op de werkelijkheid. Bepaalde dingen die, iemand die op een, sommige mensen die vinden het heerlijk om met een parachute uit een vliegtuig te springen, omdat ze de prikkel die ze daar ervaren als lust ervaren. Als ik dat zou doen, dan weet ik zeker dat ik daar diep voor onlust bij zou voelen. Dus daar ga ik niet aan beginnen. Maar die ene en diezelfde prikkel kan dus door verschillende mensen op een andere manier geïnterpreteerd worden. En dat betekent dat de wijze waarop we de werkelijkheid ondergaan en waarop die werkelijkheid voor ons betekenis heeft, anders is. Eén en dezelfde prikkel kan als lust, maar kan net zo goed als onlust geïnterpreteerd worden. Ja, ik wil daar een voorbeeld van geven, hoe dat, dit is natuurlijk een heel eenvoudig voorbeeld, we hebben prikkels. Ik wil een voorbeeld daarvan geven, hoe dat volgens Nietzsche ook uiteindelijk leidt echt tot een bepaalde manier van kijken naar de wereld. Het is een voorbeeld dat komt uit de Antichrist van Nietzsche. Dat is een tekst waarin hij nog eens een keer verkeer gaat tegen een bepaalde vorm van christendom. Maar laat het even lezen, dan leg ik uit van waarom dat alles te maken heeft met hoe iets of iemand in werkelijkheid interpreteert. Hij beschrijft daar hoe, laten we even eenvoudig zeggen, een bepaald christelijk perspectief op de werkelijkheid tot stand komt. En dat tot stand komen van dat perspectief heeft alles te maken met de mens die tot dat perspectief komt. En dus dat is geen perspectief dat eerst ergens bedacht is, en dat komt voort uit een bepaald type mens volgens mij. Hij schrijft het volgende: nadat eerst het begrip natuur was uitgevonden als tegenhanger van God, dus God is het goede, natuur, de werkelijkheid om ons heen, staat daar tegenover en is dus het lagere, volgens dit schema, moest natuurlijk wel het woord voor verwerpelijk worden. Want God alleen is het goede, natuurlijk is het verwerpelijk. Heel die fictieve wereld, en daarmee bedoelt hij de fictieve wereld van God en wat daarmee samenhangt, wortelt in de haat tegen het natuurlijke. En het is natuurlijk heel interessant dat Nietzsche daar het woord haat gebruikt. Want hij gebruikt daar dus een affect, een bepaalde emotie, waarmee wij de werkelijkheid, waarmee iemand hier de werkelijkheid aan het ondergaan is. Dus de wortel van het idee van God, zoals dat in een bepaalde christelijke perspectief op de werkelijkheid is uitgewerkt, dat is, de wortel daarvan is een bepaald affect van een bepaald type mens. Wortelt in de haat tegen het natuurlijke, de werkelijkheid, zegt hij nog maar even voor de zekerheid bij. Zij is de uitdrukking van een diepe afkeer, nog meer, affect en emotie. Ik wil die wereld niet. Diepe afkeer van het werkelijke, want die wereld die mij prikkelt, die wordt klaarblijkelijk door dit type mens puur als onlust geïnterpreteerd. Maar dat, zegt hij, verklaart alles. Waarom verklaart dat alles? Of dit type mens verklaart waarom dat beeld heeft kunnen ontstaan. Want wie heeft als enige redenen om zichzelf uit de wereld weg te liegen, en die wil helemaal niks met de werkelijkheid zoals die echt is te maken hebben, die wil van die werkelijkheid abstraheren. Nou, hij die eraan leidt, maar aan de werkelijkheid lijden betekent een mislukte werkelijkheid zijn. Het overwicht, en dan zien we weer die lustgevoelens en die onlustgevoelens naar voren komen, het overwicht van onlustgevoelens over lustgevoelens is de oorzaak van die fictieve moraal en religie.
He, dus Nietzsche zal zeggen, de oorzaak, de reden waarom zo'n manier van kijken naar de werkelijkheid überhaupt tot stand heeft kunnen komen, heeft te maken met de interpretatie die een bepaald type mens aan de werkelijkheid geeft. Nou, die laatste zin, dat het ook een formule voor decadentie is, dat laat ze maar even zitten. En dus het maakt uit met welk perspectief wij naar de werkelijkheid kijken. En als we niet gaan abstraheren, maar we gaan kijken naar hoe mensen de werkelijkheid werkelijk ondergaan, dan zien we daar ineens menstypes of bepaalde psychische types ontstaan die kunnen verklaren waaruit een bepaald wereldbeeld, een bepaalde waarheidsclaim opkomt. Maar omdat mensen verschillend zijn, omdat mensen verschillend op die werkelijkheid reageren, zullen mensen die werkelijkheid fundamenteel verschillend interpreteren. En dus krijg je een vorm van perspectivisme. De wijze waarop wij de werkelijkheid begrijpen, de wijze waarop wij denken wat waar is in de werkelijkheid, dat hangt af van het perspectief waarop we ons bevinden. Dan komt natuurlijk de vraag op, is dat nou alles wat er over te zeggen is? Misschien ga ik één slide overslaan en dan vijf minuutjes van. Nou, dan ga ik even één slide overslaan. Ik wil nog even kijken naar de vraag waarmee we begonnen. Dit is ook de laatste slide. Ja, we zijn 5 minuten. Dan gaan we even terug naar de vraag waarmee we begonnen, de filosofische vraag waar we het net bijvoorbeeld over hadden in dat voorbeeld van het blad. Ik zei toen, de filosofen vragen altijd naar de wezens van de dingen. We willen weten wat de dingen echt zijn. Nou zegt Nietzsche, die vraag, die opgave, die vraag die de filosofen stellen, die kunnen wij onszelf nog best blijven stellen. Maar we moeten die vraag op een andere manier leren beantwoorden. Op een andere manier met die vraag omgaan dan de filosofen dat doen. De opgave, de dingen zien zoals ze zijn. Dus echt werkelijk en goed kijken naar de dingen. Maar wat doen we als we kijken naar de dingen? Nou, wat betekent kijken naar de dingen? Ieder mens kijkt op een andere manier naar de dingen. Dus wil je beter leren kijken naar de dingen, moet je niet alleen met je eigen ogen kijken. Maar je moet middel met 100 ogen naar deze kunnen kijken vanuit vele personen. En dus Nietzsche is niet alleen maar degene die zegt, je moet jezelf opsluiten in je perspectief. Nee, je moet ook op een of andere manier naar streven je perspectief te veranderen. Door de ogen van andere personen mee te laten kijken. Vele medemensen, uit vele ogen en uit louter persoonlijke ogen zien. Dat wil zeggen, we moeten niet abstraheren. Nee, we moeten met zoveel mogelijk ogen kijken. En zelfs als dat betekent dat we op elkaar botsende perspectieven overhouden in onszelf, dan is dat alleen maar goed. Ja, want de werkelijkheid is misschien niet zo gemakkelijk tot een eenheid te brengen. Onpersoonlijke, lees het filosofisch abstraherende, is slechts het afgezwakt persoonlijke, het mat. En dus zegt hij, hoe meer affecten wij over een zaak aan het woord laten, hoe meer ogen, hoe verschillende ogen wij voor dezelfde zaak weten in te zetten. Dus de affecten, de manier waarop wij door de werkelijkheid worden aangedaan, de emotie bijvoorbeeld die we hebben over verschillende dingen. Hij zegt, elk van die affecten is als een zintuig waarmee we, net als de ogen, naar de werkelijkheid kijken. En we moeten niet zeggen, één van die zintuigen is het belangrijkste. We moeten zeggen, we proberen de werkelijkheid te begrijpen via onze ogen. Nee, we moeten er ook aan ruiken, we moeten het voelen, we moeten het horen. En al die andere affecten die ook quasi zintuigen zijn. Als we dat doen, dan krijgen we meer zicht op de veelkleurigheid van de werkelijkheid en van wat iets is. Daartegenover zet hij dan nogmaals de figuur van de filosoof. Want elk gesloten systeem, dat wil zeggen de structuur en de orde waar de filosoof naar streeft, die laat vooral zien dat in de filosoof slechts één drift regent is. Dat wil zeggen, die laat maar één affect echt aan het woord. De filosoof probeert alles weer tot één unieke orde terug te brengen. Eén drift is regent en dat er een vaste rangorde bestaat. En als er één drift in je regeert, dan noemen we dat bij de filosoof waarheid. En daarmee zijn we weer terug bij het openingscitaat van Daniel Dennett. Want wat zei hij? Ja, er zijn meer perspectieven, maar slechts één is de waarheid. En dus is Dennett bij uitstek
een filosoof waarin slechts één drift regeert. En daar wou ik het bij laten. Perspectief misschien toch ook. In het tweede deel van de avond willen we iets meer kijken naar van, wat kunnen we nou met dit in ons achterhoofd als we kijken naar het hedendaagse debat en denken over post-truth. En dan denk ik, dan zou ik het ook vooral willen hebben inderdaad over de bepaalde, misschien de angst voor post-truth. Maar misschien eerst, Noël, kun je iets zeggen over hoe dit nou, hoe jou hebt geluisterd naar de lezing van Gert-Jan en wat je ook als communicatiewetenschapper hier ook kan zeggen over post-truth. Ja, ik vond het heel erg interessant en vooral heel erg leuk om te horen. En die Nietzsche, kijk, ik ben geen filosoof en dan zeker geen Nietzsche kennen. Maar wat ik daar dan zo van oppik, dan is dat eigenlijk de manier waarop hij denkt, dat is eigenlijk wel een hele belangrijke onderlegger, zou je kunnen zeggen, voor hoe eigenlijk een sociologische, antropologische blik, hè, een sociaal-wetenschappelijke blik op waarheid. Ik ben een empirische wetenschapper, een antropoloog van huis uit. En voor ons gaat het eigenlijk niet zozeer om wat is nou waarheid, dus waar kan ik de filosofen enorm mee geoccupeerd zijn. Voor ons gaat het meer om van, wij kijken naar de processen waarlangs verschillende waarheden, dus in de zin ook van Nietzsche, eigenlijk tot stand komen. En vervolgens kijken wij ook, en vooral, en dat is interessant in het kader van het post-truth tijdperk, wat doen mensen met waarheid en waarheden in interactie? Hoe gebruiken mensen de waarheid om, laten we zeggen, een bepaald punt te maken? Hè? En dat is eigenlijk waar wij naar kijken. Dus wat hè, de processen waarlangs dat tot stand komt, hoe wordt waarheid in de interactie gebruikt, dat is de motivatie van mensen om toch ook, laten we zeggen, één enkele waarheid te verdedigen, normaal gesproken, waarbij die verschillende waarheden botsen in interactie, ja, rondom allerlei complexe issues. Hè. En vervolgens, wat zijn de gevolgen daarvan, hè, van dat die conflicten rondom verschillende waarheden. Dus zo kijken wij er eigenlijk meer naar. En wij vertrekken dan, hè, dan heet het sociaal constructivisme. De waarheid komt tot stand in interactie tussen mensen. En dat is niet echt een heel moderne denkwijze, denk ik. Maar wat zegt het dan dat we, het speelt natuurlijk al langer, maar misschien dat de laatste 3-4 jaar dat pregnanter is, dat juist nu dat debat of de angst voor post-truth speelt. Wat zegt ons dat dan? Ja, het laat in ieder geval zien dat de waarheid ook een soort van speelbal is. Hè? Van dat er in ieder geval altijd voor... Kijk, voor ons is het meer zo van, leg hier een 6 neer, dan zien wij een 6 en jullie zien allemaal een 9. En dat is voor ons is dus die verschillende waarheden een soort van empirische vaststelling, zou je kunnen zeggen. Als het gaat over alternatieve feiten enzovoort, dan wordt het toch ook eigenlijk weer een beetje vanuit, zoals de filosoof die Nietzsche schetst, vanuit al die verschillende perspectieven heeft iedereen toch weer de neiging om te zoeken naar die enige waarheid eigenlijk. Hè? Ja. En het interessante is dat alle mensen dat doen. En voor ons is het, voor sociaalwetenschappers is het niet zo van belang, wat is nou die waarheid? Maar vooral, dus ja, nogmaals, wat doet dat? En wat wij dus zien is dat mensen daar best wel ver in gaan. Hè? Van, vorige week kwam mij een artikel onder ogen en dat had de titel It Could Have Been True. En dat ging over evidente feiten. Een van de kwesties die daarin werd geanalyseerd was het toch wel feit dat bij de inauguratie van Donald Trump minder mensen waren dan bij Obama.
Maar dan gaan mensen allerlei dingen verzinnen. Bijvoorbeeld, er stond een of andere poort die was dichtgelaten. En als die dan open was geweest, enzovoort. En dat zie je dus in interactie ook gebeuren. Dus ja, wat voor de een echt evident een leugen is, dat is voor andere mensen helemaal niet. En dat interesseert ons eigenlijk veel meer als het feit van wat is nou precies die waarheid. Waarheid wordt inzet in het debat. Ja, en hoe wordt het ingezet en ook hoe komt het tot stand? Dat zijn geen individuele processen van iemand die nou toevallig met iemand ruzie heeft. Zo iemand deelt zijn, laten we zeggen, zijn leugen of zijn alternative fact met een heleboel andere mensen. Hè, dan denk je toch weer aan David Hume die zegt van de waarheid is het resultaat van discussies onder vrienden, iets in die richting. Hè? Dus dat is voor ons interessant. En hoe kunnen wij daarmee ook de polarisatie in de wereld verklaren die nu wel heel erg aanwezig is op een heleboel terreinen? Ja, ik denk. Ja, laten we daar zo over die polarisatie nog verder praten. Maar nu eerst, Gert-Jan, ik ben benieuwd, want jij haalt Daniel Dennett aan, die dan heel duidelijk voor één waarheid gaat. Wat is dan, als we inderdaad ervan uitgaan dat waarheid dus inzet is in een bepaald debat, maar ook dat zoals je aangaf, bepaalde affectieve, er gaat iets achter schuil. Kun je dat dan duiden? Bij Dennett, waar is hij bang voor, zou ik maar zeggen? Dat is een goede vraag. Ik weet niet of je dat zegt, want ik dacht bij Dennett, ik ken Dennett daar niet goed genoeg. Maar het is duidelijk dat klaarblijkelijk dat waarheidsbegrip inzet wordt van een bepaalde strijd. En ik heb het idee dat, als het gaat om een alternative fact, dan worden dan die hele stomzinnige voorbeelden gegeven. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat klaarblijkelijk iedereen toch voor zichzelf de waarheid claimt. En ik denk dat, dat past heel goed bij wat Nietzsche zegt. En Nietzsche zegt, als hij over dat perspectivisme praat, dan geeft hij eigenlijk twee dingen aan. Ik heb nu, die voorlaatste points heb ik aangegeven dat veelheid voor Nietzsche van belang is. Veel affecten aan het woord laten is goed. Maar Nietzsche is ook te denken, die zegt, nee, soms is het ook goed om één perspectief, je vast te houden aan één perspectief. Ja. Dat je overtuiging is, daarmee kun je een strijd aangaan. Er zit namelijk een gevaar in het idee van andere perspectieven toelaten. Je loopt namelijk dan het risico door andere perspectieven onder de voeten gelopen te worden. Dus Nietzsche is te denken die beide dingen zeggen. Die zeggen, soms is het goed om vast te houden aan één perspectief. En soms is het, dat noemt hij trouwens gerechtigheid, ik had niet gedacht dat Nietzsche toch over gerechtigheid wordt gezegd, maar dat noemt hij gerechtigheid van je moet meerdere perspectieven aan het woord laten, dat is eigenlijk een teken van een zekere kracht voor Nietzsche, maar wel een kracht die tegelijkertijd een gevaar herbergt. Ik denk dat in de discussies vandaag de dag zie je volgens mij bij uitstek, waarom is dat nu zo belangrijk, post-truth, gaat het eigenlijk natuurlijk niet om post-truth. Als mensen zeggen, post-truth is een probleem, dan willen ze de waarheid. Ja, dat wil zeggen, men kan niet meer omgaan met het feit dat er meerdere perspectieven bestaan, men moet, men wil graag weer vasthouden aan één perspectief en de eigen waarheid tot inzet maken van een perspectief dat eigenlijk een overwinning in de maatschappelijke debat. Ja. Ik vind dat is wel heel kenmerkend voor veel maatschappelijke debat. Dat het steeds sterker het eigen perspectief en de eigen identiteit naar voren wordt gezet als iets wat onwrikbaar is, wat vaststaat, dat op allerlei manieren ondersteund moet worden. Ja. Nietzsche zegt weer, dat is één kant van de verandering. De andere kant is dat je andere perspectieven. Ja, nou ja, zo komen we vanzelf weer toch weer bij die polarisatie terecht. Misschien dat je daar dieper inderdaad in kan. Wat wij zien bij het bestuderen van interacties tussen mensen die het dus echt fundamenteel niet met elkaar eens zijn, dat is dus inderdaad dat mensen dan op zo'n moment, heel bang zijn dat hun eigen perspectief teniet wordt gedaan wanneer zij het perspectief van de ander accepteren. Hè? En dat ze daarom ook erg vasthouden aan hun eigen perspectief. Want ik vind die complementariteit waar je op het laatste wat van zei, van Nietzsche die heeft zoiets van nou laten we vooral 100 ogen laten kijken en die zien als een verrijking ten opzichte van elkaar, zodat we dus met al die verschillende blikken weer zien. Dat is een hele mooie gedachte, dat is de gedachte die bijvoorbeeld ter grondslag ligt aan ideeën als deep democracy, hè? Van laten we alle verschillende perspectieven vooral koesteren, zodat we een rijker beeld krijgen. Maar in de praktijk van, laten we zeggen, de gesprekken
hè, die mensen met elkaar hebben, als ze het niet met elkaar eens zijn, vinden mensen dat juist heel erg moeilijk om die complementariteit te zien. Omdat mensen zo bang zijn dat ze hun eigen waarheid, hun eigen perspectief moeten inleveren of zo. Hè. Dus dat laat weer precies zien dat blijkt dat die claim voor waarheid alles te maken heeft met een bepaald effect. Angst. Ja. Niet willen opgeven van wat je hebt. Vasthouden aan een bepaalde zekerheid. En Nietzsche is degene die zegt, waarheid gaat altijd gepaard met dat soort aspecten. Ja. Daar is dat, we kunnen dat er niet los van zien. Daar waar mensen gaan zeggen, ik doe het alleen maar omwille van de waarheid, ik ben waarheid op zoek omwille van de waarheid, daar wordt Nietzsche zeer wantrouwend, want daar zijn mensen die eerlijk ten opzichte van zichzelf en ze motiveert. Ja. Ja, maar hij wil het dus toch niet helemaal loslaten, die waarheid. Het is natuurlijk een concreet fenomeen. Hè. Ja. We maken gebruik van waarheid. En we zien het op allerlei manieren functioneren, in sociale constellaties, ook hier aan de universiteit. We zijn bezig met het zoeken van waarheid, dat is toch de pretentie van wetenschap enzovoort. Ja, en ik zou ook misschien wel even willen toevoegen van, kijk, waarheid en interpretatie. Wij maken in de communicatiewetenschap onderscheid op wat ik zelf verhelderend vind tussen een eerste orde realiteit en een tweede orde realiteit. Hè. En de eerste orde realiteit is bijvoorbeeld van als we hier de temperatuur meten in deze zaal, dan, en wij accepteren allemaal hè, toch de technologie van de thermometer, dan kunnen we het best met elkaar over eens zijn dat het hier 20 of 22 graden is of zo. Maar dat is op zichzelf niet zo'n interessant gegeven. Het wordt pas interessant als we dan gaan zeggen, nou we vinden het te warm of te koud of te vochtig of wat dan ook. En dan komen er dus interpretaties. En met die interpretaties, en dat is iets wat wij zien in de interactie waar mensen ook op reageren, die zijn natuurlijk nooit waardevrij. He, daar zitten allerlei aannames, normen ook, van zo zou jij je moeten gedragen. En daar komen mensen dan ook tegen in opstand. Hè? Dus het zit wat dat betreft ook best wel complex eigenlijk als we het over waarheid hebben. Omdat daar zoveel aan onder schuil gaat eigenlijk. Hè? Ja, maar er wordt dan wel gezegd dat de samenleving polariseert. Dus misschien wel dat we andere interpretaties van bepaalde feiten, dus die, minder makkelijk kunnen verdragen. Maar is dat eigenlijk het geval? Is het zo dat we daar minder goed in worden? Dat we wat angstiger zijn geworden en dat we daarom die waarheid in ieder geval wat dichterbij willen krijgen? Blijkt dat ook uit... Ik weet niet, dat is een moeilijke vergelijking natuurlijk die je kan maken. Die kan je dus zeg maar empirisch al haast niet vaststellen, die vergelijking. Maar het is wel zo dat mensen, hè, er zit ook een psychologische drijfveer achter van mensen willen graag bij andere mensen horen. Wij willen graag, hè, het is een sociale behoefte, fundamentele behoefte, om wij zijn sociale wezens, dus we willen bij andere mensen horen. Ja. En wij gaan daarom met andere mensen om en voortdurend met andere mensen in gesprek. En we gaan het liefst in gesprek met mensen die op ons lijken. Het OSR, een soort mensen. En dat vinden we wel niet zo leuk. Maar het is wel zo. Hè? Onze vrienden, dat zijn onze vrienden omdat ze vinden wat wij vinden. En zo ontstaan er toch zeker sociale bubbels waarin die, waar we zeggen, die eerste orde realiteiten al gauw, hebben we die tweede orde, eerste orde worden, hè? Waarbij meningen al gauw waarheden worden. Ja, en dan social media, ik weet niet eens zeker of ze de zaken, ze zullen de zaken wat versterken enzovoort. Maar ze maakten het vooral ook heel erg zichtbaar, hè? Die verschillende bubbels, zo gezegd. Dus in die zin, en ja, als mensen angstig worden, dan kruipen ze nog meer bij elkaar. En dan krijg je dus nog meer die bubbel waarin meningen waarheden worden, die onwrikbaar zijn. We praten niet zoveel met andersdenkenden, hè? Dat vermijden we liever. Ja, tegelijkertijd kun je het kijken, als je kijkt naar de geschiedenis van Nederland, we komen natuurlijk ook uit de verzuilende samenleving. Dat waren ook allemaal gekomen. Ja. Als je zegt, nee, vroeger was het weten, dan is het de vraag wel vroeger. Ja, en is ja, het misschien de 20 jaar geleden speelde, maar we zijn altijd veel erg verkoperd geweest. Geen heel erg nieuw fenomeen. Nee. Dus jullie zouden dan ook zeggen, er wordt wel gezegd dan. Dat tegenwoordig door de manier waarop ook internet, of wij het internet ervaren, ieder voor zich, dat daar een soort filterbubbels ontstaan en dat je steeds het eigen gelijk terugkrijgt. En dat het problematisch is, omdat je dan niet zo ziet dat er mensen zijn die anders over dingen denken dan jij, dat je daar minder mee geconfronteerd wordt. Maar jullie zouden dus allebei zeggen, nou, valt wel mee.
Nou ja, valt er mee, dat weet ik niet. Dat hangt natuurlijk ook van de problematiek af en de mate waarin wij ons ook, laten we zeggen, bedreigd voelen. Hè? Waarin mensen het gevoel hebben dat andersdenkenden een soort van bedreiging worden. Het zijn natuurlijk wel experimenten van mensen die ik heb het niet meer helemaal helder, die dan op de Facebook van iemand anders, of op Facebook als iemand anders, en voor wie een wereld open ging. Omdat ze opeens, ze hadden geen idee. Dus ze hadden blijkbaar toch Facebook als een soort neutrale omgeving begrepen. Augustinus denken ze misschien een beetje dom. Maar goed, dat wordt zo ervaren. En dan vindt er een omkering plaats. En dan is de werkelijkheid. Wat bedoel je dan? Je hebt het idee dat je veronderstelt een bepaalde neutraal speelveld. Mm-hmm. Hier vindt het debat plaats. En dan kom je erachter dat er nog een heel ander podium is. Waar ook op een heel andere manier... Was je daar niet mee bezig, meer ongeïnteresseerd, dan bemoeide je daar niet mee. En nou worden we voortdurend geconfronteerd met anders denken. Is dat wat je bedoelt? Of via Facebook kom je ook andere werelden tegen? Juist niet. Niet, enerzijds niet. Anderzijds geeft het wel de mogelijkheid om, laten we zeggen, juist te weten wat anders denkende vinden of doen. Hè? Je kunt je Twitter, je kunt volgen wie je wilt, in feite. Dus dat kent ook twee kanten, zou ik zeggen. Ja. Ja. Ik denk eerder dat het probleem is dat we juist geconfronteerd worden, veel meer dan voorheen, met dingen die we helemaal niet kennen. Want de wereld is natuurlijk altijd getekend door een veelheid aan culturen. Maar ja, als die culturen op geen enkele manier met elkaar in contact komen, omdat er geen media zijn, omdat er geen migratiestromen zijn waardoor mensen met elkaar in contact komen, dan heb je geen weet van de vreemdheid. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen dat we leven in een tijd waarin we juist beter dan ooit beseffen van die vreemdheid. En dat idee van post-truth is misschien juist een claim om te zeggen, maar we willen toch graag op een of andere manier ons perspectief in stand houden. Omdat we niet goed weten hoe we daarmee omgaan. Ja. Ja, misschien dat Nietzsche met zijn complementariteit tussen die verschillende perspectieven is misschien ook wel een soort van, aanbeveling dat we moeten leren leven met verschillende werkelijkheden, eigenlijk meer misschien dan tevoren. In deze samenleving waarin via internet, maar ook onze kinderen, ze reizen de hele wereld rond. We komen continu in contact met andersdenkenden. En misschien zijn we er wel niet zo goed voor uitgerust. Hè? Hoe oefenen we ons daar dan in? Ik zou het eerst aan jou willen vragen en dan wat jij of wat Nietzsche daarover zou zeggen over die oefening. Nou, ik zou zeggen, oefening is door heel veel met andersdenkenden om te gaan en ook te proberen om ze, dat is best wel lastig, om ze met respect tegemoet te treden. Ook al zijn het mensen die iets fundamenteel een andere mening hebben. Hè? Ik denk dat we ons daarin zouden moeten oefenen. Ik denk dat we ons daarin zouden moeten trainen en dat we ook daarin veel beter getraind zouden moeten. Noemen? Nou, ik kan een voorbeeld noemen. Ik had vorig jaar een student, het was voor de verkiezingen, en die zeiden, joh, ik kan echt niet begrijpen waarom mensen op Wilders stemmen voor de PVV. Dat vind ik echt nou eigenlijk. En toen zei ik zo tegen hem, maar maak je niet je thesis daarvan? Ga die motivaties van die mensen eens achterhalen. Dus dat ging hij doen, dat vond hij interessant. Dus hij ging naar Venlo en hij ging naar Volendam en hij ging naar de Assenstadswijk en daarna zo. Hij ging met iedereen gesprekken aan. En toen kwam hij na een maand of zo bij mij terug en toen zei hij, weet je, ik ben helemaal in de war, zei hij toen. En hij was in de war, omdat hij zei van, kijk, ik heb die mensen gevraagd en het waren gewoon hele aardige mensen. En ze hadden hier en daar ook best heel genuanceerde meningen maken. En dat vond hij nog het allerergste, waar hij het mee eens was. En hij zei van, ja weet je, en ze trokken zich ook wat terug van Wils. Ja, Wils is wel extreem, maar dat punt. En ze gaven ook een beetje een waarom ze zo dachten en zo. En dat vond ik heel interessant. Want deze jongen die kon natuurlijk niet vanuit een onderzoeker gaan zeggen, ja, idiote PVV stemmen. Maar hij werd als het ware professioneel gedwongen om dat met respect te doen. En dat gaf dus een gesprek wat een hele andere wending dan hij aanvankelijk dacht. Dus dat was voor mij een eye-opener. Ja, dus op Twitter was dat waarschijnlijk anders gelopen met haar tekenen. Waarschijnlijk wel. Bij Nietzsche ligt het wat ingewikkeld, of je kunt daar volgens mij niet zomaar een recept vinden voor wat je zou moeten doen. En ik denk dat Nietzsche ook de denker is, die zal beklemtonen dat mensen echt verschillend zijn. Dus dat als het gaat over het willen opnemen van verschillende perspectieven, niet iedereen zal dat op dezelfde manier willen. De figuur van de filosoof, dat was
bij Nietzsche is dat vaak de kop van Jut, is dat bij uitstek degene die alleen maar hetzelfde wil, die alleen die ene drift wil laten regeren, en die dus bij uitstek zich niet wil laten veranderen door andere perspectieven. Dus ik denk dat speelt voor, zal voor Nietzsche meespelen, want bij wijze van spreken die natuurlijke aanleg daarvoor. En anderzijds, het andere model, dat hij altijd tegenover de filosoof plaatst, is dat van de kunstenaar. De kunstenaar is inderdaad degene die andere perspectieven probeert te scheppen. Dus dat is een leven dat in dienst staat van de verandering. Dat moet je uitproberen. En hij zal dat als een experiment, zou hij dat beschrijven. Het is een experiment dat ook helemaal verkeerd kan gaan. Dus hij zal ook altijd aangeven dat je jezelf blootstelt aan bepaalde. Wat kan er misgaan dan? Nou ja, als jij, kijk, stel als er één perspectief, het perspectief van de ander zich heel krachtig opstelt en jij stelt je open, dan kun je daar natuurlijk, dat kan over jou heen gaan lopen, hè, zodat je eraan ten onder gaat. Hè, en ook de experimenten van de kunstenaars pakken het er altijd goed uit, want we kunnen nergens toe leiden. Dus dat is, Nietzsche heeft geen formule voor succes. Nee. Dat is maar goed ook. Ja.